Mijn naam is Dutch Schuber en ik geloof niet dat je deze video sneller een like kan geven dan dat ik een boombox koop. Ga ik niet doen. Is veel te duur. Ik geloof niet dat je deze video sneller een like kan geven dan dat ik de allereerste stage haal in deze video. En de likes beginnen nu. Sorry, ik zei het een beetje onverwachts, maar dat komt omdat jullie sowieso al een voorsprong hebben. Kom op, ik moet over lasers heen springen, ja. Jij hoeft alleen maar op een duimpje te klikken. Dus het is voor jullie sowieso al dat jullie een voorsprong hebben. In ieder geval, leuk dat je kijkt. Dit is een TikTok-obby. Het is een obby waarbij we moeten proberen te ontsnappen uit de TikTok-app. Stel je nou eens voor, jij zou... Wat? Dit zijn normaal gesproken de noobheads. En het leuke is, de noobheads die zijn meestal alleen geel en rood. Maar deze zijn... roze, en dat is niet hoe het hoort. Nee, maar in ieder geval, als jij nou 24 uur lang in een applicatie zou mogen zitten. Een app. In welke app zou jij dan willen zitten? Zou jij in Musical, of Musical.ly, erg dit, in TikTok willen zitten? De hele dag TikTok filmpjes maken, gewoon letterlijk, want je zit in de app. Zou jij, waar moet ik nou eigenlijk naartoe? Ik snap het niet. Ah ja, ik moet deze kant op. Zou jij in Twitter willen zitten? De hele dag tweeten over wat je op je brood smeert. Dat is trouwens wel echt iets waar Twitter eerst voor werd gebruikt, right? En ik weet dat het een beetje een joke is op dit... Wacht, ik heb denk ik een geheime tactiek. Nee, wacht. Ik wil jullie laten zien dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Wauw! Wauw! Hey, I like that, man. I like... Kijk, zeg maar, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... geheime maniertjes vinden... om iets voor elkaar te bootsen. Iets voor elkaar te krijgen. I love that. Ik vond het altijd al leuk. Zeg maar niet per se omdat het dan makkelijker is. Soms heb je van die geheime maniertjes. Die zijn juist alleen maar moeilijker dan de normale wijze waarop. Maar gewoon het idee dat je gewoon iets bedenkt. Waar een ander bijvoorbeeld nog niet op was gekomen. En tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel dingen die anderen ook al hebben bedacht. En misschien heeft iemand het bedacht. Maar niet iemand van wie jij het hebt. Maar je bedenkt het vanuit jezelf. En dan doe je het en dan werkt het. En dat is super grappig. Want net is ook... we wisten allebei, allemaal, als jullie kijken. Hé, hey, leuk, ik ben Job, ik heb haar, ik heb ook een neus, die zit hier. We wisten dat we eigenlijk hadden moeten kiezen tussen die twee deuren, right? Maar het kan ook anders. En dat is denk ik, dat is serieus iets wat je ook kunt toepassen op meerdere dingen. Maar soms lijkt het alsof je een keuze hebt. Alsof je geen keuze hebt. Soms lijkt het alsof iets is vastgesteld en dat het maar op één manier kan. Maar er zijn zoveel dingen die je op je eigen manier kan doen. En natuurlijk, je hebt soms regels, je hebt het te doen met afspraken, met anderen, met derde partijen, met mensen die jou gaan zeggen, dit moet, want dit is gewoon de verplichting. En je kunt lastig zeggen, ik ga vanaf nu mijn eigen manier bedenken, ik ga naar de bakker, maar ik betaal niet meer voor het brood. Kijk, dat is een ander verhaal. Dat is niet toegestaan ook vooral. En je wil niet tussen de tralies belanden. Nee, wat ik bedoel te zeggen is bijvoorbeeld in een game of in een bepaald soort opdracht die je misschien ooit gaat krijgen. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden. Dat is toch wel leuk om dan ook hier te zien. Wat zijn dit? Dit ziet eruit als een soort van snoeparmbanden. Die dingen waren awesome. Even serieus. Die snoepkettingen en die snoeparmbanden. Dat was dan van zo'n... dat waren van die kraaltjes. En die kon je dan eten. En ik kan me nog herinneren dat wat ik altijd deed, is ik droeg dat ding net zolang tot die kraaltjes op waren. En dan denk je misschien van, nou, dat is toch geen probleem. Ik bedoel, je draagt die ketting met eetbare kraaltjes en dan eet je het gewoon binnen een uurtje op. Nee, zeg maar, het ding was, ik was gehecht aan die ketting. Dus er waren dagen dat ik gewoon van 's ochtends tot 's avonds met snoep om mijn nek hing. Dan zat ik gewoon in de les, hè, bij mijn juffrouw, mijn oude juffrouw. En die keek me dan echt zo aan met zo'n blik van, je hebt je snoeparmband weer, of je snoepketting, of je snoep. Oh, geniaal. Wat vinden jullie nou het leukste snoep? Niet het lekkerste, maar het leukste. Weet je wel, kijk, soms heb je snoep wat niet per se heel lekker is. Maar het is gewoon leuk. En je hebt bijvoorbeeld van dat knijpsnoep. Dat zijn dan van die soort van tampestatupes, laat ik maar zeggen. En daar knijp je dan een soort van substantie uit. Dat kan heel zuur zijn, heel zoet. Aardbei, bosbes. Maar je hebt zulk vreemd snoep eigenlijk, hè. Ik sta er echt van, soms kom ik in een winkel. Hè, want ik kom ook buiten. Eigenlijk is een winkel alsnog binnen, dus ik spreek mezelf wederom tegen. Maar soms kom ik op een plek waar ze snoep verkopen. En dan denk ik bij mezelf, hoe bedenken mensen dit? Laatst zag ik bijvoorbeeld een tube met zombiesnot. Serieus. Knijpbaar, eetbaar zombiesnot. Dan denk ik bij mezelf, er is een soort iemand geweest op deze mooie aarde. Die dacht bij zichzelf, okay, we hebben wat nieuws nodig. Iets innovatiefs, iets lekkers, iets zoets. Zombiesnot. I don't know. Zeg maar, I like you. Ik vind het een origineel idee. Maar ik vraag me gewoon af waar het vandaan komt.
Alright, dit was interesting. Ik vond het een leuke hobby. En dit is een gave fidget spinner. De YouTube hobby heb ik geloof ik al een keer gespeeld. Dus we gaan eens even kijken wat er nog meer te doen is. Snel, iets heeft het schip geraakt. En het ziet er naar uit dat we zinken. Wow, yo, luister, ik moet zeggen. Jij ziet er wel uit als de meest flexe guy die ik ooit heb gezien op het moment dat er een boot zinkt. Bro, jij kijkt niet alsof het gaat zinken. Jij kijkt alsof er gewoon zometeen een mega party gaat plaatsvinden. Een poolparty, omdat ja, het schip zinkt toch al, dus waarom geen poolparty? Jij ziet er totaal niet uit alsof de boot gaat zinken, bro. Maar hey, I love the positivity. Keep it that way. Oh, ik ben af. Iets minder positief. Ja, nee, in ieder geval, we waren net aanwezig in een TikTok-hobby. En ik moet zeggen, dit is wel iets totaal anders. Dit is geen sociale media. Dit is een cruiseschip wat op het punt staat te zinken. Oh, wat is dat? Yo, je zou het maar meemaken. No joke. Dat je gewoon, je weet toch, je hebt gewoon een cruiseschip. Je hebt een cruisereisje geboekt of zo. En je loopt gewoon een beetje door dat schip heen. En je kijkt naar buiten. En je ziet gewoon de ogen van een mega inktvis. Hoor, dat zou creepy zijn. Snel, laten we de kelder ingaan. Wacht, het cruiseschip zinkt. En jij wilt de kelder ingaan. Is het niet juist de bedoeling dat als iets gaat zinken, dat je de hoogte opzoekt? Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ik ben geen zinkexpert meer. Maar tenzij het gaat om de wiskunde, want daar ben ik wel diep bij gezonken. In ieder geval, aan het einde van deze kamer is een deur, maar de sleutel die is weg. Hé, hey, kijk, daar is die. Hartstikke mooi. We pakken de sleutel. Oh, serieus? Wat is dit dan? Een afstandsbestuurbare sleutel of zo? Staan erop en de deur gaat open. Wat is dat nou weer voor onzin? Dat vind ik, kijk, weet je, dat is ook wel weer leuk, jongens en meisjes. Gewoon die niet logische omstandigheden in videospelletjes. Jij bent ook echt overal, grappie. Hoe kom jij hier? Jij was hier niet in eerste instantie. Snel, ga naar de deur voordat het schip zinkt. Nou, vind ik een goed idee. Ik was niks anders van plan eigenlijk. Het was niet mijn bedoeling om hier te chillen. Ga ik het doen? Ik ga het doen. Nice. Nice, super chill. Ik ben afgegaan voor een ster. Dat is het helemaal waard. Voor de mensen die niet weten wat ik aan het doen ben. Schijnbaar zijn er sterren die je kunt verzamelen. Kun je daar iets mee kopen of zo? Is dat zo? Kan dat? Shop. Ah, dat kan. Nice. Een cheeseburger kost 50 sterren. En ik heb er 49. Oh, wat erg. Oké, dan moeten we nog één keer een ster zien. Heb ik nu pas een checkpoint? Probeer de ladder te bereiken voordat het schip zinkt. Ja, weet je, het leuke is, het is een hobby. Dus hoe lang ik ook wacht, het schip gaat niet zinken. Dat is het interessante, maar we moeten natuurlijk doen alsof het anders is. Oké, ik kan nu een cheeseburger kopen. Gewoon Dutch tuber stijl. Je weet toch, het schip zinkt. Het staat op het punt om allemaal kapot te gaan. Maar wij eten een cheeseburger. En dan weten we in ieder geval wel hoe een krabburger smaakt. Want waarschijnlijk was deze cheeseburger niet meer droog. Oké, ah, come on man, dit is lastig. Wacht. Oh, de ladder. Ja, ik wou wel zeggen, want ik sta toch al bij de deur waar ik moet zijn. Maar dat was het dus niet. Oké, op de foamband, wat het dan ook moet voorstellen. En hoppakee, we zijn naar boven. De vraag is alleen, jij bent er weer. Kies het juiste pad. Ah, nee, maar dat wil ik niet. Dat vind ik niet fijn, maar ik heb denk ik wel een manier hoe we erachter kunnen komen wat het juiste pad is. Maar ik denk dat ik gewoon letterlijk... Wauw. Wauw. Oké, wacht. Ik denk dat ik een... Wow, wow, jij bent boos. Oké. Meneer de inktvis, meneer de octopus. Soms zie ik het verschil tussen jullie beiden niet, maar ik weet dat jullie allebei totaal andere persoonlijkheden hebben. Ah, dit is lastig. Nee, maar ik denk dat ik een manier heb om, zeg maar, dit te halen op een manier dat het normaal gesproken niet zou moeten. En dat is dus gewoon door die jump te maken. Ik weet dat ik het nu eigenlijk alleen maar langer doe dan eigenlijk nodig is. Maar nee, oké, weet je, laten we het op de normale manier doen. Ik denk dat we eerst rechts moeten hebben, to be honest. Nee, weet je, skip stage. Nee, ik hou echt niet van multiple choice. Oké, ik denk dat wij hier overheen moeten. Ik vind het wel heel knap dat het water in zo'n perfect patroon ligt. Alsof er een watercoach was, een waterfluisteraar. Die zei van, water, hoor je mij? Luister naar wat ik je te zeggen heb. Ga op een perfecte manier. Oeh, wat is dit? Are you serious right now? Ik wou eigenlijk gewoon die ster pakken. Nee, in ieder geval, dit ziet eruit als een soort van slime. En ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar blij mee moet zijn. Oh, we komen steeds dichter in de buurt van de octopus. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Kalm, 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 kalm. Oké, we komen steeds dichter in de buurt. Oké, luister. Wat is de laatste keer dat iemand jou aan heeft gekeken met zo'n blik? Even serieus. Dit is wel echt een mensenblik gewoon. Dit is hoe iemand naar je kijkt wanneer jij... Nee, dit is hoe iemand naar je kijkt wanneer die persoon jou heeft gevraagd... Wil je ook een patatje? En jij zegt nee. En die persoon met alle hongerigheid van dien heeft wel een patatje. Jij hoeft het niet, want je zei nee, hè, weet je nog. En hij zet zijn patatje neer, hij begint te eten en jij begint mee te eten. En dan is dit zijn blik. Je hebt van die mensen die dat doen. Hè. Ik ben er ook... Eigenlijk doe ik dat soms ook wel. Dan neemt er iemand een patatje, weet je wel. Oh, ik moet de boot in. Oh nee, ga me nou niet vertellen dat ik moet wegvaren.
We zijn opgegeten. Oh nee, we zijn gegeten door de gigantische octopus. Ja, ik ken het. Zo, dankjewel voor de informatie. Ik had geen idee. Ik denk al, waar komen... Zijn dat slangen? Zijn dat slangen in zijn wang? Oeh, dat is creepy. Nee, maar... Ik heb dat soms ook wel dan. Dan vraagt iemand aan mij... Hey, wil je ook een patatje? Dan zeg ik, nee hoor. Ik heb net geluncht. Oh, oké. Maar het ding is, op een of andere manier is eten van iemand anders pikken. Dat is hetzelfde als gratis eten. Dat is gewoon lekkerder. Herkennen jullie dat? Ik weet het niet, maar ik vind dat echt... Zeg maar, als ik een broodje hamburger heb, it's pretty delicious, you know. I love it. I can eat it any day. Maar niet doen natuurlijk, want het is slecht voor je. Tenminste, lijkt mij als je er te veel van eet. Maar wanneer jij iemand hebt met een broodje hamburger en je mag een happy... Yo, dat is gewoon... Alsof er een... Hoe noemen ze dat ook weer? Alsof er een engeltje over je tong plast. Oh ja, dat is een raar idee als ik er zo over nadenk. Maar meer van dat is fantastisch. En met gratis eten is het nog beter. Zeg maar, ik geloof dat er zijn heel veel plekken... op de wereld waar je gratis iets mag eten als je jarig bent. Het is op zich best gaaf. Gewoon dat je gewoon jarig bent en dan weet je gewoon van... Oké, dat kan bij die restaurants, kan bij die snackbars... en dan ga je gewoon één dag lang gewoon gratis eten. Goed gedaan, je hebt het cruiseschip escaped. Ik ben blij. En het probleem is, hoe kom ik hier weg nu dan? Want ik zit hier op een onbewoond eiland... en ik kan me voorstellen dat dat heel fijn is. voor de rust, maar... ja, moet ik... Ah, oh, nice! Oh, wat chill. Ik kan letterlijk gewoon ontsnappen door middel van dit. Doei, doei. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Ik dank jullie hartstikke voor het kijken. Vind je het nou een leuke video? Vergeet hem dan niet te belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneren kan hier beneden. En ik zeg tot de volgende keer, want ik kan snel praten op sommige momenten als ik het leuk vind. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Waarin ik hoop dat het niet opgegeten wordt door een op. Kijk, daar slipte ik, hè. Kan niet altijd goed gaan. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, adios.